Villa Sapacara bestaat morgen 7 jaar. Het kindermuseum viert haar jaardag echter vandaag met 70 kinderen. Een aantal van die kinderen is van het Abrabroki-project onder leiding van Moleman en de anderen zijn individuele bezoekers. Villa Sapacara is een kindermuseum waarbij kinderen de gelegenheid krijgen kennis te maken met verschillende landen en culturen. Het museum viert het feest vandaag met de Mixmax Brazil Tour. Daarbij worden Braziliaanse dans- en capoeira-workshops gedaan. Sinds de opening op 17 november 2009 heeft het kindermuseum 75.000 bezoekers mogen verwelkomen. Het museum begon in 2009 met de tentoonstelling Paleisgeheimen. Dakaya Lenz, inhoudelijk directeur van Villa Sapacara, geeft aan dat kunst- en cultuureducatie bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert ook hun creatief vermogen en het haalt onvermoede talenten naar boven. In het regulier onderwijssysteem is er ietsje minder ruimte voor die vorm van ontwikkeling. Dus vandaar een kindermuseum. De slogan is Villa Sapacara ontdekt de wereld. Het is er om kinderen hun visie te verbreden en, zoals ik eerder zei, om ze te leren over andere landen en culturen. We hebben tot nu toe landententoonstellingen gehad, maar in de toekomst zou het ook de wereld kunnen zijn van techniek, milieu, noem maar op. Lent zegt verder dat dit een mijlpaal is voor het kindermuseum. De nieuwe tentoonstelling Mixmax Brazil Tour is tot eind 2007 volgeboekt. Villa Sapacara is nieuw. We zijn er 7 jaar, maar het hele concept is nieuw in Suriname. En dan weet je nog niet hoe het ontvangen gaat worden door de mensen. Maar als we nu al 75.000 kinderen over de vloer hebben gehad, die we een onvergetelijke ervaring hebben kunnen geven, die we kennis hebben kunnen laten met andere landen en culturen, die we hebben kunnen stimuleren, dan zeggen we dat we een mijlpaal hebben bereikt. De Mixmax Brazil tentoonstelling blijft ongeveer staan tot 2018. We zijn volgeboekt tot 2017 en als de kinderen bij ons komen, dan wanen ze zich even inwoner van Recife. Dat is de hoofdstad van Pernambuco. En hun rol is dat ze mixkunstenaars zijn die van niets iets maken. En thema's in deze tentoonstelling zijn upcyclen en recyclen. Dakaya Lenz, inhoudelijk directeur van Villa Sapacara. Zij sprak vandaag bij de viering van het 7-jarig bestaan van het kindermuseum. Villa Sapacara kon deze mijlpaal bereiken dankzij de steun van haar hoofdsponsor, de Nederlandse ambassade. Daarnaast bieden ook de Surinaamse overheid en het lokale bedrijfsleven ondersteuning. Het kindermuseum Villa Sapacara staat aan de Prins Hendrikstraat.